De leerkrachten van het vierde leerjaar van het nieuwe structuur van de basisschool hebben hedenochtend geparticipeerd aan een training met het onderwerp KCE, Kunst, Cultuur en Educatie. Dit in het kader van het onderwijsvernieuwingsproces. De trainers vertellen meer over het inhoudelijke van deze training. Om de domeinen beeldende vorming, dans en drama, cultureel erfgoed en muzikale vorming. U zou de domeinen moeten zien als de onderdelen. Dat hebben we dus met ze gedaan. We hebben daarnaast ook nog het model van Smits gedaan met de leerkrachten. Dat is het nieuwe onderwijsdenkmodel, heb ik het goed? Ja, het onderwijsdenkmodel waarmee er thans wordt gewerkt. Vroeger werd er met het DA-model gewerkt. Nu is het dus het model van Smits. We hebben ook nog het praktisch gedeelte gedaan met de leerkrachten. Dus niet slechts de theorie, dat is een beetje droog. We hebben ze dat gelijk laten toepassen. Dat is het in grote lijnen wat we vandaag hebben gedaan. We zien wel dat de trainingen een effectieve bijdrage leveren aan de manier waarop ze de leerstof overbrengen. Na de training laten we de leerkrachten niet los. We zijn ook gewoon in het veld en we coachen terwijl ze bezig zijn de lessen te verzorgen. Waar ze hier en daar vastzitten, waar we nog kunnen bijsturen, zijn we er wel.